Zoals er vogels zijn die zingen omdat er een stem oprijst uit hun binnenste, zo zijn er ook mensen die geloven, niet uit angst en niet uit hoop op beloning, maar omdat zij krachtens hun wezen niet anders kunnen. Omdat zij niet anders kunnen. Je kan niet anders als je kiest voor een monnikachtig leven of als echt als monnik te leven. Je kan niet anders, het is geen keuze. Het zit in je. Zoals een vogel niet bekeerd hoeft te worden om te gaan zingen. Een roeping om Gods lof te zingen, heel letterlijk of als beeldspraak, daarvoor is ook geen bekering nodig. Het zit in je. Je bent ermee geboren. Als je het niet doet, dan zal dat zwaar zijn. Uiteindelijk zal je moeten capituleren voor die diepste kern die in je is. Dat er een grote vreugde bij je is neergelegd, een hele diepe vreugde die zich in de stilte openbaart. En om daar dan uiting aan te geven, om monnikachtig of als monnik te leven. Het is onmogelijk om het niet te doen. Je kan niet anders. Ik moet denken aan de wereldberoemde kunstenaar, met name buitenland, in het buitenland, Jan Dibbets. Gelauwerd op leeftijd en hij is nog steeds bezig met zijn artistieke arbeid. En toen ik hem eens vroeg, Jan, waarom doe je dat nog steeds? Toen zei hij, ja, als ik het niet doe, dan word ik gek. Zo is iemand die monnikachtig wil leven, of een broeder van het stille leven wil zijn, of een zuster van het stille leven, ook bewijs van spreken veroordeeld om van daaruit Gods lof te zingen. Die beeldspraak met die vogel is heel mooi. Hoor je het wel eens, een vogel die zingt vroeg in de morgen? Het klinkt altijd als nieuw. Zoals de verrijzenis van Christus altijd nieuw is. Dat is veel meer dan een historisch feit, eigenlijk veel minder. Het is altijd nieuw. Het zingen van een vogel klinkt nieuw. Het is altijd zuiver en nooit vals. Dat is ook mijn roeping. Dat is eigenlijk ieders roeping om zuiver te zijn, om zuiver te zingen. Iedere dag, 4 keer per dag zingen Gods lof in de kapel hier in Haarlemmerliede. Van de vroege ochtend tot de late avond. En iedere keer in dat zingen verrijst er iets in vreugde. Het is de verrijzenis van Christus uiteindelijk die vreugde geeft. Herken je dit? Dit geloof is naar zichzelf en op zichzelf en in zichzelf. Het is niet uit angst en ook niet uit hoop op beloning. In dit verband moet ik denken aan wat Pater Kolvenbach, jezuïet, schrijft. Ik herinner me nog zeer levendig hoe ik in Beirut, nauwelijks nadat de kanonnen na een nachtelijk bombardement zwegen, hoorde dat de vogels begonnen te zingen. Onuitroeibare tekens van hoop. Maar ons vertrouwen in de woorden van de Heer, die niet zullen voorbijgaan, berust niet op zingende vogels, maar op de verrezen Heer zelf, die de mens in het lijden tegemoet treedt. Prachtig. Zingende vogels, onuitroeibare tekens van hoop. De verrijzenis van Christus, onuitroeibare tekens van hoop. Zoals er vogels zijn die zingen,
omdat er een stem oprijst uit hun binnenste. Zo zijn er ook mensen die geloven niet uit angst en niet uit hoop op beloning, maar omdat zij krachtens hun wezen niet anders kunnen.